In de oceaan ontstaat een nieuw eiland. Op een dag spoelt daar een kokosnoot aan. Een tijd later een schipbreukeling en een tijd later een vrouwelijke schipbreukeling. En tenslotte nog een tijger. Je hebt een grafiek van aantallen tegen de tijd uitgezet van palmbomen, mensen en tijgers. De 12.3 biocast samenleven en groeien dus. En wat je net al gezien hebt, samenleven en groeien is afhankelijk van abiotische factoren, maar ook van voedsel, van predatoren en van meer dieren van dezelfde soort. Biotische factoren dus. En die kan je verdelen in intraspecifiek en interspecifiek bij de competitie om hulpbronnen. Verschillende samenlevingsvormen zijn er nodig. Bij de taxichauffeur, mutualisme. Beide profiteren daarvan. Commensalisme, daar profiteert maar één en de andere heeft er geen last van. Parasitisme of predatie, dat is carjacking. Dit zijn de relaties tussen de aantallen van de prooidieren en de predatoren. Wat je hier ziet is exponentiële groei, die J-curve. Een aantal bacteriën dat niet gecontroleerd wordt door een of andere beperkende factor, die zal ongelimiteerd groeien. Die zal zich steeds in een bepaalde tijd verdubbelen. En dat gaat in het begin heel langzaam, maar kijk maar aan de eias welke aantallen het over gaat. En het gaat dan steeds sneller. En je krijgt dan inderdaad een J-curve. Meestal gaat het anders. Hier zie je dat de groei op een gegeven ogenblik geremd wordt. Er is een beperkende factor. Bij bacteriën is dat vaak voeding, maar ook wordt dan de omgeving zo ongunstig dat de groei vanzelf minder wordt. Je ziet aan de linkerkant, de aantallen zijn een stuk minder. Dit is nog exponentiële groei en hier wordt de groei alweer geremd. Je krijgt een S-curve. Dit was hem alweer, de 12.3 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.